De gewone slachte is 42 kilometer van Raad naar Jesterbjerm of oorsom. Nou wie de tocht hoe 2 dagen verdeeld, hier de route terug dwarpen bij de slachte Del. Mij oernachtingsmogelijkheden. Maar dat vlucht een soort mensen blijkbaar te volgen. Er binnen nog geen 4000 kaarten verkocht. De vraag naar een eendaagse kuiertocht, wie grut? Het oorspronkelijke plan van een 2-daagse slachtenmarathon, die bloot. En de liefste 4000 mensen die hun daarvoor inschreeuwen haar. Ja, dat bloot gewoon steken. Maar er is zo volle vraag om u zinnen voor een eendaagse slachten. We willen graag één dag rennen. We willen net 92 kilometer rennen, maar de helft. Daar ben je gewoon te meer te komen. De tocht is nou wollos. Mensen moeten kiezen. Doch je op vreed mij, dan kun je van Raad ontwommels. Doch je dij 2, dan is het van Koebaat naar Jesterbjerm. Logistiek nog wel een hele puzzel. Het is net zo makkelijk. Hè? Dus dit eerste, dit is een hele nieuwe opzet van de slachtenmarathon. Omdat we het verkozen hebben wat oors te doen dan in een regulier slachtenier. Dus oors als oors, dat wie het uitgangspunt. En als het zeist, hey, maar nou wil ik het oors doen, dan vraag ik dat van de organisatie nog wel wat. Dus dat doen we eerst goed bescheiden. Ken dat, wat budget dat. Ken dat ik financieel met mijn koffie meidje. Nou, toen we dat helemaal roen heen, toen heb ik een knoop doorgehaakt van mijn dochter. De kaartverkeer is intussen een equitein set van een eendaagse kuier. En willen jou de hele route wedwaan, dan nog even wachtje. In 2020 is er weer een gewone slachtenmarathon. Ja.